De snelle veranderingen bij Philips blijven eind 90er jaren voor opwinding zorgen. Na het feitelijk vertrek van de Philips-top wordt het vertrek uit de lichttoren aangekondigd. Maar de komst van de high-tech campus onderstreept later dit jaar de blijvende band tussen stad en bedrijf. En tenslotte de kwaliteit, de diepgang is van een zodanige aard dat we werkelijk kunnen spreken van een uniek project. Een project dat natuurlijk uniek is op Nederlandse schaal, maar ook op Europese en naar onze bescheiden mening zelfs op wereldschaal. Het lokale nieuws begint echter minder florissant dit jaar. In de eerste week van 1998 moet de brandweer twee keer uitrukken voor een brand in de Meiboomflat. Op een kamer van de vijfde verdieping van de voormalige verpleegstersflat breekt op 3 januari om 9 uur in de ochtend brand uit. De bewoonster zelf is op dat moment niet aanwezig. Van haar woning blijft niet veel over. Ook andere appartementen lopen rook- en waterschade op. Naast de 65 aanwezige huurders van de flat moeten ook 65 demente bejaarden van verpleeghuis De Weerde naar een ander gebouw uitwijken. Ze zijn nu aan het inspecteren binnen in de flat of er welke kamers de rookschade is en welke kamers waterschade. En dan worden er een aantal kamers worden er vrijgegeven en dan zien we wel hoe ernstig het is. Persoonlijke ongelukken doen zich niet voor. De constructie van het gebouw blijft ook bij een tweede, kleinere brand twee dagen later intact, waardoor de schade beperkt blijft. Veel persoonlijk leed is er een maand later wel in Nederwette. Het voor carnaval uitgedoste dorp loopt uit voor de optocht, die nog voor de start eindigt in een drama. Dat de mensen gekleed waren en overal beplakt met watten. Een van de leden van de groep die heeft een sigaret aangestoken en die vatte meteen vlam helemaal. De rest van de groep sprong erop af en probeerde de man te doven, maar raakte ook meteen in brand. Met ambulances worden 6 kinderen en 3 volwassenen naar omliggende ziekenhuizen gebracht, waar ze worden behandeld voor tweede en derde graads brandwonden. Het ongeluk laat diepe indruk na in het dorp. Er komt een crisiscentrum en de optocht wordt afgelast. Of het nu om een ramp met watten gaat of met een Hercules, het gebeurt altijd onverwacht. En vaak blijkt adequaat reageren niet altijd even gemakkelijk. Je ziet ook rookontwikkeling. En ter hoogte van Waal op Tilburgse weg. Door vaker grote oefeningen te organiseren, wil de gemeente de totale gemeentelijke en regionale rampenbestrijdingsorganisaties testen en zo efficiënt mogelijk op elkaar afstemmen. Rampoefening Diamant 98 wordt de grootste oefening ooit in de regio gehouden. Aan het begin van de snelweg naar Tilburg zijn 2 zo realistisch mogelijke kettingbotsingen in scène gezet. Over een lengte van enkele honderden meters zijn bij verschillende kop- en staartbotsingen 40 auto's en 60 weggebruikers betrokken. De meeste zijn zwaar gewond en zitten nog gekneld in hun auto. Hoewel de hulpverleners snel in actie komen, ervaren de namaakslachtoffers en de omstanders dat toch als traag. Hulpverlening komt eraan. De hulpverleners moeten eerst in kaart brengen welke hulpdiensten nodig zijn. Daarna pas kunnen de slachtoffers worden geholpen. Duurt te vroeg zo lang, man! Hier ligt ons naam. Daar ligt ons Ingrid. Dat zijn we net al geweest, hè? Ja, maar die zit er dus ook nog in. Kom maar zo bij. Ja, als we zo de snelweg kijken, dan zien we de brandweermensen bezig. We zien de brandweermensen die zojuist bij de tankauto geweest zijn. Inmiddels al bijna anderhalf uur geleden is die kettingbotsing hier gebeurd. Er wordt echt op hoge toeren gewerkt. En het kan nog wel uren duren voordat die snelweg vrijgegeven gaat worden. Eerst moeten alle slachtoffers weg, dan een evaluatie. De technische diensten zullen er waarschijnlijk nog bij moeten komen. En dan pas kan de ravage opgeruimd worden. Een eerste evaluatie leert dat ook nu efficiëntere communicatie en bijvoorbeeld meer kennis van elkaars inzet ter plekke voor de hulpdiensten tijdswinst opgeleverd zouden hebben. En ik hoop dat we gaandeweg dan ook echt een kwaliteitssprong kunnen maken die we allemaal ook willen maken. En dat we beter aan elkaar gewend raken. En dat we ook beter in de taakverdeling aan de gang kunnen. Ook de landelijke en lokale politiek staat met de verkiezingen in aantocht in 1998 een nieuwe samenwerking te wachten. Premier Kok komt in februari op werkbezoek en stelt zich op de hoogte van een aantal sociale projecten. Zoals bij veel bezoekers het geval is, worden daarbij de ondernemers van het Stratums Eind niet overgeslagen. Politieke zaken worden bij Jantje van der Heijden dit keer niet gedaan. De enige die in 1998 toch een vis aan de haak slaat, is de geprolongeerde premier zelf. Ja, ik heb een biertje. Om jaloers op te worden, hè? We hebben hard
moeten studeren hoor. Ho. Landelijk moet de PvdA zetels inleveren. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt in Eindhoven links de grote winnaar. De uitslag van Eindhoven komt wat later. Technische problemen bij de centrale verwerking van de stembusresultaten zorgen voor vertraging. En dat zal binnen nu een kunstje zijn. De Socialistische Partij verviervoudigt, terwijl de Partij van de Arbeid met 9 zetels de grootste partij wordt in de raad. Is het voorlopig nog moeilijk vertrouwelijke informatie over het internet te sturen? Voor algemene informatie zijn die problemen er niet. Zo had de NOS dit jaar in Nederland met het huwelijk van Maurits en Marilène de primeur van een rechtstreekse uitzending via het internet. Ook de gemeente maakt vanaf oktober van deze nieuwe techniek gebruik als ondersteuning van de stadsgesprekken. Voor de Eindhovenaren de gelegenheid bij uitstek om zich uit te spreken over de toekomst van de stad voor de eerste 10 jaar in het nieuwe millennium. De opkomst in de Witte Dame is groter dan verwacht en levert belangrijke aanknopingspunten voor de nieuwe blauwdruk voor de stad, die uiteindelijk in 1999 zal worden afgerond. Voor gastspreker Mel Dees aanleiding om techniek en het beeld dat daarbij hoort weer onder de aandacht te brengen, desnoods met een actie. Zo. Nou, het is een beetje laat, maar we kunnen het even op de bom zetten. Naast ludiek zou het ook praktisch zin hebben gehad. Want Philips had immers in 1997 laten weten van het Evoluon en het omliggende terrein af te willen ten gunste van een nieuw zakencentrum op deze plek. Aan de producttentoonstellingen die Philips hier voor haar gasten in het leven hield, komt in maart alvast een einde. Het Eindhovense publiek mag nog 1 keer naar binnen. De plek waar voor mannen nog nieuwe gereedschappen te ontdekken zijn en een omgeving waar de vrouw haar visie op de toekomst kan toetsen aan die van Philips, krijgt een andere functie. Het Evoluon moet het nieuwe hart worden van Philips Nederland. Met maar liefst 4 PSV'ers in de basis mocht Nederland zich dit jaar weer meten met de rest van de wereld. Door een pakkende 5-0 overwinning op Korea deed Oranje zelfs door te dringen tot de halve finale. De voetbalgekte komt nu pas echt goed op gang. Nederland zit bij de laatste 4 en tegenstander wordt titelverdediger Brazilië. Oranjestraat. Oranje met zijn grote groep in het buitenland gecontracteerde spelers moet Ronaldo en de zijnen kunnen verslaan. Met de middenstand voorop komt de stad, net als in 1988 bij het EK, weer langzaam in oranje sferen. Nederland kruipt massaal voor de buis. Maar liefst 11,6 miljoen kijkers worden van de straat gehouden. Cafés met een tv puilen uit. Geloof in een overwinning overheerst, ondanks een 1-0 achterstand. De gelijkmaker van Kluivert zet Stratum's eind op zijn kop. Er moet worden verlengd, maar daarmee komt er geen beslissing voor het beter spelende Oranje. Uiteindelijk moet een strafschopper de beslissing brengen. Op Stratum's eind is het 's avonds niet eerder zo stil geweest. Alsof er voortekenen in de lucht hangen dat het op het laatst toch nog fout gaat. Met een teleurstellende 4e plaats voor Nederland blijft de huldiging van het elftal uit. Voor de moeizaam draaiende Eurovoetbalshow is het ook een domper. Met de EK in 2000 in het vooruitzicht opent de attractie in mei naast het PSV-stadion. Bij de openstelling van dit nieuwe mekka voor de spelbeluste voetbalenthousiast zijn Rick de Sadeleer, Ruud Gullit en Jean-Marie Pfaff de eerste trekkers. Maar voor het overige is bijna alles virtueel. Als ook de verwachte resultaten uitblijven, overweegt PSV met een extra bijdrage van 2 miljoen in 1999 de voetbalshow in het eigen stadion voor te zetten. Geld dat de club ongetwijfeld heeft overgehouden uit de miljoenenverkopen van Cocu, Zende, Stam en Numan. Voer overigens voor Eindhovens cabaretier Theo Maassen, die eerder in voetballer Berry van Aarle het contrast zag met deze miljoenendans.